Dit monument aan de Eindhovense Oorschotse dijk, midden in het groen gelegen, wordt voor 4 miljoen euro opgeknapt. De zogenoemde Duitse woningen werden in de oorlog neergezet. Het was gebouwd als bunker en sinds 1994 is er niets meer aan gebeurd, maar nu dus wel. 7 jaar geleden trok de bekende kunstenares Jalila Essaidi erin met haar Bio Art Lab, een bedrijf dat wordt geprezen om allerlei slimme innovaties. Bio Art Lab betaalt zelf de renovatie. Van de gemeente mag het bedrijf het pand nu dus blijven gebruiken. En daarmee blijft Bio Art Lab dus ook behouden voor de regio.